40 jaar omzien naar het verleden. Dat is hier te lezen bij het VAT, het Cuijks Archief. Ja. En binnenkort wordt dat 40-jarige bestaan ook nog gevierd. En Pieter, vertel eens, wat gaat er gebeuren? Nou, op 2 september hebben wij met al onze 40 vrijwilligers en aanhang hebben een feest in de loerij. Maar belangrijker is eigenlijk 3 september. Is een dag waar iedereen natuurlijk uitgenodigd is, cultuur aan de Maas. Dan hebben we bij de loerij het aanbieden van het boek, wat Jos Jansen en Hans Peters hebben gemaakt. Dan hebben we daar een film die we daar draaien. En daar hebben we een fototentoonstelling. En ook hier zijn we geopend. En kan iedereen naar binnen, kan rondkijken. En dat gaan we op 2 en vooral 3 september doen. Dus cultuur aan de Maas. Ja. Vergeet niet om ook even langs het Cuijks Archief te komen. Ja, we zijn vanaf 11 uur zijn we open tot een uur of 5, 6. Dus kom langs en ga kijken hoe Cuijk vroeger was, hoe Cuijk nu is en wat wij hier allemaal in dit gebouw met het Cuijks Archief doen. Ja. Ja. En speciaal, omdat jullie 40 jaar bestaan, een extra tentoonstelling in de loerij. Ja, 40 jaar, ja, VAT, zeggen de mensen in Cuijk nog, hè, maar het Cuijks Archief. 40 jaar Cuijks Archief met dus speciale tentoonstellingen in de loerij en een film waar je wel €5 voor moet betalen. En mensen, neem alsjeblieft gewoon €5 contant mee, want ik weet niet hoe dat digitaal gaat. Maar daar draaien we een aantal keren een film over Cuijk. 40 jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel, Ali.